Elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Vaak door haar ex en bijna altijd omdat ze besluit uit de relatie te stappen. De media staan er vol van. Gezinsdrama, moord en relationele sfeer of zelfs crime passionaal. Zo wordt het meestal aangeduid in de krantenkoppen. En die gaan dan over femicide, ofwel vrouwenmoord. Een steeds groter wordend probleem. De reizende expositie Femicide is nu in Roermond en brengt de verhalen van 13 slachtoffers in beeld. Foto's en openhartige verhalen maken de afschuwelijkheden van deze moorden voelbaar. Het is georganiseerd omdat het heel hard nodig is dat we aandacht vragen voor het fenomeen femicide. Ja. Waarom gebeurt dat op deze manier? Omdat dit een opvallende manier is. We hebben ook al een buitenexpositie gehad op het EC-terrein. En nu hebben we de binnenexpositie hier in het Roercentrum, waarmee we hopen nog veel meer mensen te bereiken. Want het is gewoon een heel groot probleem in Nederland. Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoord, omdat ze vrouw is. Het is een wereldwijd probleem, maar wat kunnen wij daaraan doen? Nou ja, femicide, op de eerste plaats moeten we stoppen met het gezinsdrama's noemen. Hè, drama in een relatie, maar gewoon echt vrouwenmoord noemen. Want dat is wat het is. We worden wereldwijd echt elke 5 uur een vrouw vermoord. En in Nederland is dat elke 8 dagen 1 vrouw. Dus we moeten het benoemen, we moeten het erkennen. Maar wat nog belangrijker is, uit onderzoek is gebleken dat er van tevoren allerlei signalen zijn. Dat noemen we rode vlaggen. Die eigenlijk aangeven van hier zou wel sprake kunnen zijn van ernstig geweld en dus dreigende femicide. En dat noemen we intieme terreur, dus seksuele mishandeling, psychologische onderdrukking. Dat soort signalen, als je die constateert bij een vriendin of in een relatie, meld dat dan en maak het bespreekbaar. Dan kunnen we misschien erger voorkomen. Ja, en toch wordt het vaak niet gezien, hè, blijkbaar. Ja, wordt niet gezien. Er is ook nog een taboe op geweld in een relatie. Vrouwen schamen zich er vaak voor om dat te erkennen. En daarom willen we het bespreekbaar maken. Want spreek erover, dan kunnen we er iets aan doen en dan kunnen we het misschien voorkomen. Hier op deze expositie, daar lees je de verhalen van nabestaanden. Die ook vaak zeiden, we zagen het wel, maar we konden haar niet bereiken. Of we voelden ons machteloos. Dus door er samen de schouders onder te zetten, het taboe ervan af te halen, hopen we dat we in elk geval op deze manier een steentje kunnen bijdragen in het stoppen van dit afschuwelijke geweld. Ja. En als je dat nou vermoedt in Roermond, wat moet je dan doen in Roermond? Nou, jou bellen. Mij bellen, dat mag. Zeker, dat mag altijd. Maar ze kunnen zich ook melden bij Veilig Thuis. En die nemen dan meteen contact op. Daar zitten de professionals die weten hoe ze om moeten gaan met dit soort geweldssituaties.